Ajax ADO Den Haag kan de kampioenswedstrijd zijn. Met de nadruk op kan, want het kan ook zomaar niet de kampioenswedstrijd zijn. Maar ondanks dat het niet zeker is, wordt er op het Arena Park wel alvast een podium gebouwd. Frank de Boer is echter met heel andere zaken bezig. Wij moeten gewoon zorgen dat wij proberen een goede wedstrijd tegen ADO Den Haag te spelen. Proberen het publiek te vermaken in de arena als het mogelijk is. En als het niet mogelijk is, dan moeten we proberen gewoon deze wedstrijd te winnen. Nou, daar ben ik mee bezig. En voor de rest ben ik helemaal niet met activiteiten bezig. En dat andere mensen bezig zijn voor een eventueel feest, ja, dat is hun zorg. Maar wij zijn bezig met één ding. En dat is 3 punten pakken tegen ADO. Zo, dan is dat ook duidelijk. De Boer heeft voor Ajax-ADO ook nog wel wat personele problemen. De Jong, Fischer, Blind en Van Rijn missen het duel. Moisander en Serrero zijn op de weg terug. Beide hebben vandaag eigenlijk alles meegedaan. Dus de kans is groot dat ze erbij zitten. Maar we moeten de reactie van vandaag afwachten. Deze eerste training, volle training voor hun. Dus we hebben nog zeker een dag. En morgenmiddag beslissen we of ze er beide bij zitten. Of één van beide erbij zit. Of helemaal niet. Waar basisspelers ontbreken, daar krijgen wisselspelers kansen. Zo is Van Rijn dus geschorst en staat Ruben Lijon klaar om te gaan spelen. Ken jij de uitdrukking, de een zijn dood is zijn ander zijn brood? Ja, die ken ik zeker. Is wel aardig van toepassing op jou, of niet? Ja, mooi moment eigenlijk. Jij was in Arnhem afgelopen zondag bij Vitesse Ajax en toen zag je de gele kaart van Van Rijn, van Ricardo. Wat dacht je toen? Ja, mooi moment. Maar ja, voor Ricardo is het iets minder. Lijon verving Van Rijn al eerder dit seizoen vanwege een schorsing. De vaste rechtsback kreeg rood uit bij AZ. En zijn backup vervulde een hoofdrol in de klassieker. Lijon kan dan ook rekenen op lovende woorden van zijn trainer. Hij heeft de wedstrijden die hij heeft gespeeld, heeft hij heel goed gedaan. Het grootste voorbeeld is natuurlijk de Feyenoord-wedstrijd. Een hele grote druk. Nou, dan was hij eigenlijk het gevaar van die wedstrijd. Met een fantastische voorzet op Kolbein. Dus ja... Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in Ruben en dat weet hij. En hij zal dat moeten laten zien. Wellicht speelt hij dan dus ook een rol in de wedstrijd waarin Ajax voor de 4e keer op rij kampioen kan worden. 4 spelers uit de huidige selectie waren er op 15 mei 2011 ook al bij. En Nicolai Boylissen stond ze moeiteloos op. Kenneth Vermeer, Daley Blind, Siem de Jong en Nicolai Boylissen. Klinkt goed, hè? Ja, klinkt wel goed, vind ik wel. Ja. 4 keer op rij is een topprestatie. Ja, daar kunnen we wel trots op zijn, maar het moet eerst gebeuren. Was deze quizvraag al een keer gesteld in de selectie of niet? Nee, ik ben gewoon snel dingen. Volgens mij is dit seizoen eigenlijk diegene waar ik het meest gespeeld heb in qua Eredivisie wedstrijden. Dus ja, voor mij is dat mooi om weer hopelijk de kampioenschap mee te nemen. Eerder dit seizoen boekte Ajax een eenvoudige zege op ADO. Het werd 4-0 in de Hofstad, maar in de afgelopen maanden is er daar nogal wat veranderd. Ik denk dat ze met veel zelfvertrouwen naar de arena komen, moet ik zeggen. Ik weet niet of het 8-9 wedstrijden op rij is. 9? 9, ja. Dus zonder verlies. En dat is heel mooi voor hun. Maar ja, ik denk niet dat ze 10 gaan krijgen. En wie weet is dit lege veld zondagavond dan gevuld met tienduizenden feestende Ajaxiden.